Yo kijkers van WeCoders, welkom terug bij weer een nieuwe commentary. Vandaag spelen we samen met Bjarn, oftewel Killbuster99 en zijn kanaal link zal in de beschrijving staan. Nou Bjarn, vertel maar eens even wat over jezelf. Ja, ik ben Bjarn, een real life vriend van Marijn. Ja, ja. Ja, ja, en we gaan lekker Kill Confirmed spelen op lockdown, leuke map. Had ik een keer een split screen mall op. Ja, ja, pro. Ja, Bjarn is echt pro, dat kunnen we niet ontkennen. Er zitten natuurlijk mensen met headset doorheen te praten, dat vind ik toch jammer. Ja, ik heb ze al gemute. Ah, ik ben te laat, dus ik mag ze nog lekker even buitenlands horen praten, of ik even. Daar moet je echt blij mee zijn, hoor. Daar moet je echt heel blij mee zijn. Ja, even cultuur op snuiven, dat is toch altijd mooi? Dat is niet het enige wat je aan het snuiven bent, nee, grapje. Ik ben er erg vereerd om hier te mogen zijn, maar dat ik mag spelen met gewoon iemand met meer dan 100 subs, ja. Dan moet je je wel echt speciaal voelen. Dan kan ik nog een duimpje aan zuigen. I see the comments already. You suck dick, YOLO. Lol, helemaal, you suck dick. Helemaal. Oh, ik zie dat jij voor de in. Oh, jij gaat dezelfde gangje als. Ik wilde daar mijn Ja, nu loop ik met dat ding in mijn hand. Ja, potverdikke me. Assassin. Ah, okay. Oh, ik had bijna. Dat is altijd mijn eerste def. Assassin. Ja, wat doe je eraan? Niks. Ja, precies. Zo, ik hoor die Semtex bij Bjarn in één keer. Nee, Duco. Ga dan niet session joinen, vieze down. Wat een joch is dat dan weer? Ja, als je in de enemy team zit, kunnen we wel makkelijker een mob afhalen. Dat is een op zich van. Dat is indeed, dit is true. Ik krijg zo rage, als ik op een schrik zit, dan Duco me dan killt. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren, want dat zo goed hij, dat deed hij bij de PM toen we die aan het opnemen waren voor op Gameskill NL's kanaal. Ja, sluipreclame, dislike. Ik heb Duco net gekillt. Echt, nou, ik was best wel vies aan het campen. Ik zal het waarschijnlijk zo wel horen van hem. Gaat hij rage op je? Ja, zo van, hey, wat loop jij nou op je campen? Dat is toch niet leuk? Dat vind ik niet normaal. Oh, er komt niemand in onze rug. Ja, kijk jij die kant, doe ik de andere. Ja, wacht even, ik lig hier een beetje. I got your back, mage. But I don't got your back. I'm away. Oh. Komt er eentje met Assassin aangereden. Oh, Assassin noob. Ja, natuurlijk, Assassin pro. Wat moet je anders gebruiken als eerste perk? Ja, precies. Wat heb je aan quick draw? Wat zou je daar hebben? Dan moet je er ook nog moet je agressief spelen. Dat is nog helemaal niet leuk. Ja, wie willen nou niet in de hoekje zitten of alleen maar in iemands rug komen? Ja, precies. Als ik in het hoekje zit, dan aim ik toch al de hele tijd. Dan heb ik hoef ik niet te snel te doen of zo. En ik ga even die dubbel kill deze man springen voor me. Ik heb natuurlijk ook geknifed. Dan meteen horen we waarschijnlijk een rage ergens op die Elgato. Echt prachtig. Duco geknifed. Dat is mooi, dat is mooi. That's beautiful. Ik heb beautiful. Hij gebruikt overkill ACR. Ik heb gewoon zijn ACR opgepakt. Ik heb hardline, ik heb nog één kill voor mijn specialist bonus. Ja, Bjarn is die gek specialist, bro. Voor Trashy Blazer, you scrub. Hoppa, iemand genaaid. Ja, ik heb Duco, hij speelt met Assassin. Hij speelt met Assassin. Oké, okay, goed om te weten. Hij heeft ook een NPC fan, ik kill hem weer vanaf zijn spawn. Nu de rage quit. Oh! Jongen, hij speelt echt vies ook weer. Assassin Pro NPC. Nou, dan pakken we ook wel weer Assassin Pro NPC. Want ik kan de laatste tijd echt zo vaak Assassin. Ik moet gewoon. Assassin. Holy shit, ik ben bijna dood. Maar gelukkig gewoon net het hoekje om. Ja, Bjarne gaat hem gewoon gelijk halen. Nee, ik ben al dood gegaan hoor. Ik ben de specialist al af. That's not cool. Die Atomic kill mij net uit het joch. Pa, nog, ik ken nu een payback op die Tommy. White Panther? Ze heet ook iemand die ik anders al ken, lol. Fucking lul. Alleen die had 99 achter de naam, zijn niet 973. Ik kan 69 achter. Ik word hier helemaal panisch van. Panisch. Ja, maar dat is ook zo vervelend, want het is totaal niet skillvol. Ik kom alleen maar in je rug, weer. Weer een set. Oh my god, als iemand de UAV haalt, wil ik zien hoeveel mensen erop staan. Misschien twee? Dat zou bijzonder zijn. Het is echt even wennen deze gameplay, maar ja, het is wel weer leuk om MW3 te spelen, want het is echt voor mij lang geleden. Yep. Want ik heb ook een PlayStation 4. Ja, en Jarden speelt op PlayStation 4 en dan speelt hij Battlefield. Of Call of Duty Advanced Warfare vind ik ook nog wel leuk. Ja, Advanced Warfare, maar dat speel ik echt bijna nooit. Nee, jij hebt ook je PC, toch? Ja, maar goed.
Daar is mijn aim ook super slecht. Je PC, dan kill deze man maar weer, dat vind ik leuk. Oh, in mijn rug, assassin natuurlijk. Dat is zo zielig, hè. Gewoon assassin in het algemeen, dat je het moet gebruiken om ermee te spelen. Ja, ik heb wel als eerste, hoe heet het, unlock van specialist, maar... Zo van het begin met de quick draw, ik kan echt niet zonder quick draw. Tenminste door mijn ACR niet. Ik heb Duco net ook gezien voort en ik pak nu gewoon mijn A5. Ik heb geen enkel normaal wapen. Om iets op mensen te spelen. Ja, ik heb een M4A1, maar dat helpt niet echt op close range van absoluut. Nou, dat is beter. Het is close range uit, best wel een hoge fire rate. Dan moet je even AD pakken. Ah, Duco gekeild door de dropshot, hè. In de headshot. Insta headshot. Headshot swag. Zombies, insta kill. Insta headshot. Pof! Wil jij willen zombies? Dat kan je ook opnemen, hè? Met vrienden, een party van 4 even zombies spelen. Yep. Dan doe ik liever met de party van 2. Weet je wel, dan schreeuwt niet iedereen er doorheen. Ah ja. En maar ja, dan een race op de andere als je een raker krijgt, jij krijgt alleen maar kutwapens. Ja. Hoe kwaal krijg jij? Oh wow, assassin. Jezus, Duco, kap dan ook met campen. Dit is echt teringzielig. Nou, ik mag niet zeggen. Centuren kapot, al. Ik wil spring helemaal naar beneden om zo'n centuren kapot te knijpen. Gaat niet al dood terwijl ik in de lucht zit. Vind ik jammer. Ik vind erg teleurstellend. Ik ga mijn gevoel van teamplayer weer helemaal weg. Ja. Ben je gewoon geen teamspeler meer? Wie wil dat nou? Iedereen wil toch teamspeler zijn? Oh, die man. Heeft die een modder controle of zo die snel die ding knalt? Wee-you. Die laat die revolvers echt lijken op volautomatische wapens. Hij heeft hem geen enkele van een Magnum. Zoiets heet Rapid Fire Controller Mod. En ik ga weer dood door Assassin. Ja. Niet cool dit. En dan moeten we zo meteen nog een potje weer opnieuw gaan opnemen. Gewoon omdat dit echt een kut potje. Ja, maar dat is gecounterd hè, door die man hè. Duco is ook alweer geraced weer. too much swag for him to handle. Tom de Bom. Nou, wat een prachtige naam. Oh! Dat was één vieze commando lounge. 20 Blazers, crap. Oh, assassin noob. Even switch naar de AK. Ja, ik, die teammates ook van ons, what the fuck. Oké, deze man niet te campen, kom eens naar me toe. Ah, je bent niet dichtbij, want ik heb die man niet in een hoekje opgesloten, maar ja. Maar dit is geen troll channel, dus jij moet ik maar lekker ergens anders doen. Nee, doe het lekker. Dan kom ik zo meteen naar je toe. Keep you trapped. Ik ben weggegaan, maar die man zit er waarschijnlijk nog wel. Ja, die mallemakkert zit er nog. Echt waar, hij zit er echt nog steeds. Wat een joch. En oh my god, assassin noobs, dit is echt zielig. Gewoon dat je zo moet spelen, dat is echt... Waarom? Ja, precies. Weer genijfd, weer assassin. Dit gaat echt geweldig. Pak ook wel een assassin class. Kijk of zij dat ook zo leuk vinden. Oh, laat maar. 44 Magnum is overpowered hero. Ja, precies, hè. Die man heeft die modded controller en zo. Nou ja, zo snel schiet ik ook met... Maar niemand is zo goed als jij, hè. Jij kan dat alleen. Nou, 17-17, dat is toch wel iets waar ik trots op kon zijn. Ja. Nou ja, we gaan gewoon 2 potjes spelen. Kijken of we even een normaal potje kunnen vinden. Dan denken we dus niet geüpload. Jawel, dit wordt gewoon geüpload, YOLO. Ja, oh, kunnen we, lekker dan, hoor. Dan horen we lekker Duco Rage. Dat is lachen. Ja. Dat is die omers en reageren. Nee, dat was echt een smerige kill. En mijn Elgato staat gewoon op mijn computer op mute, maar je hoort wel de gameplay sound en zo. Tom de Bom, ik ken echt 2 mensen in mijn friends die zo heten. Jij ook al? Ja. En ik ken ze beide persoonlijk. Jij ook? Ja. Ik ken alleen het Tom de Bom met B-O-M. Ja, ik ook. Nou, wil je een andere lobby of vind je het wel goed? Ik vind het wel helemaal mooi, want het is... Ja. Maar als we tegen onze... Oude teammates moeten, dan is het guaranteed win. Ja, dat is waar, ja. Want hun scores zijn niet te vergelijken. Nou, ik speelde ook niet zo lekker, maar dit was een inderdaad potje.
Ja, het is ook allemaal assassin, dat is niet cool. En maar die Tom de Bom is wel een hardcore, echt wel die hardcore kill confirmed speler. Gewoon 8000ste van de wereld. Bijna 100.000 confirms. Jezus. Moet je kijken, lobby leaderboard. Al. Wat een malle makker toch weer. Ik sta tweede met heel weinig confirms. En heb jij ook zo weinig confirms? We gaan altijd voor Moab en dan hebben ze iets van niet confirmen, fuck! Ja precies, alleen denyen. Alleen denyen. Denies, more than confirms. Special. Denied. Special stats! You bouncing Betty Hall! Dus gaan we even die spawn trap halen? Ja, nee, zo'n noob zijn. Oh, we moeten tegen een gedeelte van onze oude teammates, alleen we moeten nog wel tegen Electric Swag. Met 6-6 in P9. Moet in ieder geval niet meer tegen Tommy. Wel tegen Tom de Bom, maar niet Tommy. Jongen, ik word helemaal volgespamd door Duco en door Jan Dirk. Zullen ook Swag hebben, laat ze. Zullen ook in die gekke buiten. Maar zometeen waarschijnlijk een session join. Oh, daar zit zo'n man. Eens even kijken, oh, ze komen die vier niet aan. Alsjeblieft, teammate, als je even de mic right there. Holy shit. Ik speel echt met een light machine, met de L86, met Red Dot en Silencer. Wat? Ik ga zo switchen naar ACR. Fuck it. Jij ook al. Dit zijn gewoon de ACR map. Na dat vorige potje had ik zoiets van oké, het wordt ACR, want deze mensen... Ik sta nu bij de spawn trap en ik zag geen enkele enemy. Daar zit zo'n kutfiet. Ja klopt, ik heb geen kill in. Ik had die kutfiet gekillt. Ja, ik heb er nog eentje. Die zit helemaal achterin, weet je wel, bij die tonnetjes. Ja, precies. Je rug! Wow, wat een spawn... Dat was de gozer die ik killed in backplane. En ik had net specialist. En die spannen daar. Ja. Wat een spel is dit dan toch ook? Spawns zijn echt kut. Ik gooi gewoon hier even een portable neer, vooral als hij zo meteen gaat spawnen, want ik heb geen zin om weer gewoon te spawnen. Oh kut, Semtex. Electric Fusion 7, want die 7 doet het hem. Ja, precies, anders als ik dat. Net als bij mij de 3254 het hem doet. Nee, de 3254 bedoel je. Oh ja, wel de Baukenwolf manier zeg. Ja. Wacht, shit, we gaan alle mensen haten. No, don't hate please. Baukenwolf met Swag. Ah, assassin geeft. Kap nou met assassin, malle makkert. Malle makkert. Zo vervelend. UAV online. Ze hebben volgens mij geen idee hoe vervelend de assassin is. Enemy UAV spotted. Oh, geflash, vind ik jammer. Flash bees. XX dead flash bang. Hoppa, ik heb echt geluk hier met deze. Deze malle makkers. Zit er nog eentje? Electric Swag, ik heb hem. Ja, nou nee, niet. Ik ben dood. Ik moet nog even wennen aan MW3 hoor. Ik ga gewoon. Nou, 503 valt nog wel mee, maar weinig actie. Ja, het Transwarfer scuff is allemaal heen en weer. Dan moet je gewoon echt constant op. Alleen ik had net even een clutch momentje. Hoppa G! Hoppa G! Oh! Nog een man! Ja, dat kan ik gewoon niet weten. Zo'n raar joch. Zo'n raar. Hoppa, buskill. Ik vind die counters echt irritant. Die man even aan een team die kan gaan, zou ik mooi vinden. Ons team is spelen er nooit mee, weet ik niet waarom. Ik vertrouw die voor geen meter, man. Oh G, ja, dit staat helemaal nergens om. Dit spel. Een fucking spel G. Kregen we 1 assist across the map, dus we begonnen even te schieten. Zat er blijkbaar niemand. Ik heb er eentje een vliegtuig hit, maar ik sta niet op de map.
Dit staat echt zo nergens op. Oh, ik zie hem niet. Assassin, gozer. Nope, ik ben hier weg. Veel plezier daar zo, enemies en teammates. Waar zit hij ongeveer? Volgens mij zit ik nog helemaal niet hoog of zo. Nee. Lekker Bjarne. Nu. Ja hoor, hij maakt een goede kill. Stel niet teleur. Kill Swagger 99. Jij eerst gaan. Is goed. Oh, oh, oh. Komen enemies aan. YOLO. Oh, komt eraan, komt eraan. Zit nu in de cockpit. Yo, ik heb hem. Dat was volgens mij de enige. Ja, is de enige. Oh, wat is dit dan? ME3. Maar ik heb ook geen sound, dat is echt vervelend gewoon. Ah, ik heb wel sound, maar niet met een headset of zo. Ik heb helemaal geen sound. Ja, kutzooi. Ik zag hem niet. Ik kwam weer in mijn rug, die vieze flikker. Nou, laat het dan een beetje... Electric flikker. Oh nee, dat vind ik echt niet cool. Dat is echt een kut manier. Wauw. Hoppa. Ach, gestukt. Assassin hoer. Oh my god, dat is zo kut. Het leven is zo kut. Nee, MW3 en MW3 zijn kut. We moeten langzaam een beetje proberen te winnen, want dat staan we gelijk en we gaan de match eindigen sowieso door de tijdslimiet. Dus zo een beetje packs proberen op te pakken. Ja. Oh, kutsel. Flikker toch op met al die troep te gooien. Komt die weer hoor, stun grenade. Hoppa, headshot. Auw, Semtex. Kap met WhatsApp spam. Whatever. Skype. Nou, even specialist hoor. Ga voor die volle mohawk. Oh, head glitch hoer. Dit is zo gay. Jezus man. Oh, daar gaat hij wel, daar gaat hem op. Vind ik jammer. 7 kills week. Bijna hem op en moet zo doodgaan. Ja, nee, het staat. Godverdomme. Ik loop het hoekje om, zit er hier in het hoekje. En doei. Nu zat iedereen meteen een flikker. Hoppa. Oh, ja, wreck my, get wrecked. Ja, oh, die kon je fight me weer hoor, joh. Doet hij bij mij ook al de hele tijd. En dan Skype chat de hele tijd. En er ligt er een op de grond. Zielig, zielig kind gewoon. Ik heb net gekild hoor, ik heb hem hier geen. Gaf met spelen. Je kan er geen zak van. Kun je ook zonder te campen spelen. Hoppa, ik lag daar zo. Maar ja, ik heb de kill, I don't care. Volgens mij heb je echt die spantrap. Ja, we hebben die spantrap hier zo. Ze span echt voor mijn neus. Ah, nog een knife, dan zat ik echt weer gek weer multi-kill. Vind ik jammer. Teleurstellend. Zeker, tenminst. Was aan pukstompen zoals jij dat noemt. Even die spawn in rennen. Ja, dropshot. Gelijk dropshotten natuurlijk, hè. Pre-aimen. Hij deed gewoon precies hetzelfde als mij, maar hij deed net iets sneller. En dat is kut. Ik mag alleen scumbag spelen, laat mij. Want als ik. Oh, hou je kop. Ja, sorry, door Rick moet ik het ook doen. Zak weer met zijn magnums. Oh, ik ben echt. Komt hij hoor met zijn swagnums. Je weet toch die spawnter en ballbang muur? Ik loop er nu een paar keer op train te raken. Ik krijg twee keer achter elkaar hitmarkers. Maar ja, geen kill. Goed jammer. Kom op, vriend. Die is 6 in Mogol, hé. Zo zielig. Maar je hebt wel aardig wat kills. Dus dit is misschien wel een aantrekkelijke gameplay tenminste. Ja, maar goed. Ik ging volgens mij op 18 dood. Alleen deze vriendjes! Jezus! Dat vriendjes. En vriendjes. Oh, assassin. Ik ben nou 5 keer achter elkaar dood door assassin. Nou, dat is echt geweldig. Op zijn minst. Op zijn minst nog wel, hè? Kap nou gewoon met campen. Zit er weer één hoor. Het glitch huisje voor. Hoppa, de explosie! Nee, ik had in het beeld stond dubbel, maar ik vind het gewoon een triple. Komt die heli flikker weer aan. Please die this time. Oh, I had glitch niet. What the fuck? 6 aap. Is
Assassin Joch. Oh, we verliezen ook nog. En dan word ik weer gehardscoped. XX Momo XX. Die X's doen het hem gewoon. Die ja, sniper. Deze mensen. Ik slag op die jochies. Je ziet hem ook gewoon across the map in het hoekje gaan zitten. Dat vind ik echt gewoon teleurstellend dit. Oh, deze one is slecht. Oh. Die is wel goed, maar ja. Oh my god, ik ga gewoon weer naar nog een potje spelen, want dit is echt te triest voor woorden. Een andere lobby? Ja, we gaan wel even een nieuwe lobby zoeken. Oh, weer iemand. Waar dan? Ah, kut, joh! N3RO Impala in een hoekje. Ah, kijk eens even, 44 kills. Oh mijn god. Deze enemies zijn zo... Assassin. Wow, dit is heel knap gewoon. Dit moet je respecteren, dat is knap. Zo in iemand terugkomen met Assassin, dat moet je respecteren. Ja, dat Joch speelt alleen maar met die Akimo Magnums. Akimo Magnums. Gebruikt de Desert Eagles, zoals ik.